Die Femke Halsema die heeft alles over haar heen gehad vandaag. De hele politiek die was plotseling heel stoer. Ik vind ook dat je meer respect had moeten hebben voor de opening van dat museum. Maar kijk, ik begrijp haar situatie wel, want zij heeft zelf een Joodse achtergrond. Als zij die mensen die wilden protesteren ergens naar het Amsterdamse bos verbannen had, dan was haar weer kwalijk genomen dat ze de Joodse gemeenschap in Amsterdam voorttrok. Ja. Zij zit dan in een moeilijke positie. Dus wat kijk, had ze anders kunnen doen? Ze kon niks anders doen eigenlijk, zeg jij? Nou, ik had één straat er nog bij gedaan, dat ze niet daar konden staan. Maar je zit als burgemeester in een spagaat dan. Want ze kon geen goede beslissing nemen. Want als ze het verboden had, nou ja, dan was het helemaal een gekkenhuis geworden. Ja. Maar ik vind, ik ben echt, ik zat te kijken zondag. Het was trouwens, dat zijn we nu allemaal vergeten. En het is een belangrijk museum. Het was een fantastische opening. Het was echt een heel mooi programma wat daar gemaakt was. En ik ben nog steeds in shock en ook wel emotioneel over dat beeld van die Holocaust-overlevende met zijn kleindochter. Die daar stonden. En ik weet niet of je die foto gezien hebt. Dat ze, moet je zien, pure haat. Dit is toch geen demonstratie? Dit is gewoon een oude man en een kind molesteren. En kwaad. Dat heeft niks met demonstreren te maken. Ja, maar het was zo ongepast bij deze gelegenheid. Och. Kijk, ze mogen net protesteren wat ze willen. Daar hebben ze ook recht op. Maar bij deze gelegenheid was het ongepast. Ja. Wat ik trouwens helemaal niet begrijp is dat die klimaatactivisten die dat schilderij van Vermeer hebben besmeurd, tenminste het glas ervoor, dat die vrijgesproken zijn op basis van het feit dat je niet ertoe moet komen dat activisten niet meer gaan protesteren omdat ze bang zijn dat ze dan veroordeeld worden. Ja. Dus als je nu gaat protesteren, dan kun je ongelimiteerd je misdragen. Want je wordt er niet meer voor gestraft, want anders dan ontmoedig je andere mensen. Ik weet niet wat er met die rechterlijke macht aan de hand is. Maar dit is bezopen. Kijk, iedere advocaat gaat van deze uitspraak gebruik maken bij een volgende zaak. Ja. En gisteren, ik zat Nieuwsuur te kijken, natuurlijk naar jullie. Hè? Eerst jullie en toen Nieuwsuur zitten kijken. Dat is heel goed. En, maar dan hoor je dat ze museumdirecteur om een reactie gevraagd hebben. Dat is niet zo heel, en dat geen enkele museumdirecteur durft, omdat ze bang zijn dat als ze iets over zeggen, dat activisten bij hun komen, denk ik. Maar wat wil je nou bereiken met deze uitspraak? Maar dat zijn die beschaafde klimaatjongens. En die hebben heel veel juristen in hun midden. Dat zijn intelligente mensen vaak, die klimaatactivisten. En die kennen de regeltjes in de wet zo goed, die kruipen overal tussendoor. Die hebben ook nooit bekeuringen gekregen. Want dan gaan ze massaal naar de rechter. En dan zegt de rechter, ja, daar heb ik geen zin in, hoor. In 600 van dat soort dingen, dat ze de bekeuring willen aanvechten. En dan gooien ze gewoon weg.